godzijdank, we hebben het gehad met Sinterklaas. Ik ga niet zingen, maar wel welkom bij deze speciale Sinterklaas-aflevering van Men Meent. Ik hoop dat je het weer leuk vindt. Sinterklaas is jarig! Woehoe, Sinterklaas! Maar wat we gaan doen vandaag, dat is 60 seconden. Okay. Nou, daar ben ik heel slecht in. Okay. Mag ik het bord pakken? Ach, niet. Ja. Ik ben hier toch zo slecht in. En ik heb zo meteen van mij een onderwerp. Oké. Okay. Je hebt 60 seconden de tijd om zoveel mogelijk van het onderwerp op te schrijven. Ja. Het onderwerp dat ik jou gegeven, krijg je 60 seconden de tijd van. Ja. Schrijven voordat de tijd om is en ik het woord stop. Ik denk dat dit jouw onderwerp is. Ja, maar dat is een feit. Maar ik. Oh, nu. Nee. Maar nu voel ik het druk. Ik weet nu al niet meer hoe ik heet. En als ik zeg Sinterklaas, dan denk jij aan. Stoomboot, zwarte pieten, pepernoot, cadeautjes, kinderen. Cadeautjes! Ja. Nou goed, dus alles wat in me opkomt. Van. Oké, okay, nou goed. Wat je gaat opschrijven de komende 60 seconden. Dat is zoveel mogelijk uit de top 10 van meest gegeven cadeaus tot 25 euro. Voor kinderen of voor de... Volwassenen. Voor volwassenen. Succes! Koffiekopjes. Oh nee, tot en met 25 euro. Wat geven we dan? Oh, dit is heel erg. Sieraden, telt dat dan als één ding of moet ik ring, armband, wat dan ook? Oké, boeken. Fotolijstjes. Lucio. Kaarsen. Mag het ook heel random zijn? Ja hoor. Klap dicht, ik klap dicht. Help, help, help. Boeken. Ik schrijf ook een boekenbon op. De helft van de tijd. Oh nee, nou al. Sokken, agenda, Nou, ik heb er wel wat opgeschreven. Ik ben benieuwd wat er van waar is. Wat geef ik eigenlijk zelf voor cadeau? Ik ben niet zo heel erg keukenspullen. 10 seconden. Oh jee, ik kan me niet meer bedenken. Ja, hoe noem je dat? Wacht, oh ja, oh ja, oh ja. 5, 4, ja. 3, 2, 1. Drank. Oh. Ja, ik kan gewoon niet denken. Ik kan gewoon echt niet nadenken, joh. Ik kan gewoon niet functioneren onder druk. Hoeveel heb je opgeschreven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En hoeveel daarvan zijn er? Sowieso goed? Ik heb geen idee. Ik hoop niet zoveel, want het zijn allemaal kutcadeaus. Ik heb er 4 opgeschreven. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, vind ik veel. Ja, voor maar. Voor een top 10. Maar waarschijnlijk. Er zijn echt maar 2 goed of zo. Hoeveel heb je opgeschreven? 2, 4, 6, 8, 9. Hoeveel heb je opgeschreven? 7. Hoe voelt dat, 60 seconden? Nou, verschrikkelijk. Ik zou ongeveer de hele inboedel van de action kunnen opschrijven of zo. Zenuw. We beginnen bij 10, want het is de top 10, dus dat gaat langzaam omhoog. Oh ja, ja, ja. Nummer 10 is de fotolijst. Oh nee. Nummer 9, een dvd of een bioscoopbox. Nummer 8, fles wijn of andere drank. Drank, ja. Ja, logisch. Nummer 7 is een dagje uit of een etentje. Is een bon ook goed? Nee, dat is geen dagje uit. Dan kun je wel een bon doen, een dagje uit. Maar dat is geen dagje uit. Wel goeie trouwens. Nummer 6, geld. Ja, die heb ik staan. Wat dat ben ik. Geld? Geld. Nou, dat kan echt niet. Ja. Nummer 5, een boek. Nee. Oh, wat stom. Die heb ik er ook niet op staan. Nee, oké. Okay. Ja, yes. Denk wel, ik heb een boek. Nummer 4, chocolade of bonbons. Wat erg. Nee, dat heb ik ook niet. Snoepgoed. Chocolade of bonbon? Zei ik snoepgoed? Nee.
Oh, serieus, zo simpel. Nee. Nummer 3, een geurtje. Ja, ik heb een dropstaaf parfum. Ja, parfum. Ja. Waar heb ik die? Hey. Ja? Nummer 2 is een cadeaubon. Ja. Ja, Fashion Shack. Dit is een cadeaubon. Cadeaubon. Ik wou cadeaubon opschrijven, hoor, maar ik dacht, nou, ik maak er eventjes Fashion Shack van, dan kan ik VVV en zo, wou ik er allemaal nog bij opzetten, maar ja, dat kwam niet helemaal. Yay! Met 1 bloemen. Yeah, vind je goed. Ja, dat kan. Ja, ik heb hem erbij. Waarom bloemen en geld, chocola en wijn niet? Dat zijn de enigste dat ik denk, oké, daar heb je tenminste nog wat aan. Ja, bloemetje. Nee. Deze verzorgingsproducten? Nee. Je kunt toch niet leuk inpakken? Alleen had ik een geurtje vergeten. Dat is die had ik eigenlijk wel al helemaal. Ja, zonde. Jammer zeg. Ja. Wat had je nog meer opgeschreven? Ik had kleding. Sokken. Bont. Koud. Fietslampjes. Bont. Donker. En goedkope sieraden. Bont. Goedkoop. Ja, maar dat zijn dingen waar niemand belang bij heeft. Nee, ja, maar goed. Welke van deze 10 cadeaus heb jij het vaakst gekregen? Geld. En het vaakst gegeven? Geld. Eigenlijk heeft dat natuurlijk helemaal geen zin, hè? Want ik geef jou geld, jij geeft mij het weer terug. Dat heb ik hier aan de theemokken. Komen mensen met 1 theemok. Ik heb eigenlijk de laatste jaren alleen maar leuke cadeautjes gehad. En meer cadeaubonnen en gewoon leuke dingen dus. Nou, hoeveel heb je er goed? 1. Trots op jezelf? Nee. Ik vind een belachelijke top 10. Plant, ik denk planten. Er worden best veel planten ook in. Niet alleen bloemen, maar ook een plantje voor een huis. Ja, en zonder seksistisch over te komen, denk ik dat de vrouwen inderdaad wel op het geurtje komen. Maar ja, goed. Ja, ik ben ook gewoon niet zo creatief. Dus ik doe het gewoon met geld. Lekker makkelijk, envelopje, klaar. Ik heb een systeem met cadeautjes die ik krijg, die ik niet leuk vind. En die gaan in een bak. En die worden doorgegeven. Als ik een keer op een verjaardag iets niet mee heb genomen. Liever een cadeau dan een cadeau? Nee, maakt mij op zich niet heel veel uit. Met cadeau dan kan je gewoon zelf kiezen, maar cadeau zelf, als je het maar leuk vindt, dan is dat misschien nog wat leuk. Nou ja, als kind kreeg ik wel eens kleren. Nou, dat is echt zo'n, dat is zo'n dooddoener dat je denkt, nou, doe dan niks. Ik weet nu in ieder geval dat ik iets aan mijn cadeaus maken. Sinterklaasje, dag, dag, dag. Je maakt mij altijd blij met iets. Pantoffels. Pantoffels. Unicorn pantoffels dan. Oh ja, abonneer je via het bolletje hierboven in beeld. Ik hoop je weer terug te zien bij de volgende aflevering. Tot de volgende keer.